Welkom, dames en heren, bij een nieuwe video van de Kia Vlog. Bedankt voor het kijken. Geef alvast een duimpje. Het is vandaag een super speciale dag. En dat komt omdat ik ooit op de Kelvlog heb ik een video gemaakt, namelijk The Impossible Quiz. En dat was een video waarin ik de Impossible Quiz ging spelen. En als je nog niet weet, Impossible Quiz is een quiz die praktisch onmogelijk is om uit te spelen. En toch ga ik het onmogelijk proberen mogelijk te maken. Ik ga de Impossible Quiz proberen uit te spelen. In ieder geval, ben ik gekomen tot level 21 en toen ging het grandioos fout. Ja! Oké. Oh, wat moet ik doen? Ja, wat? Fuck! Shit! Maar toen ik het beeld terugkeek, toen wist ik al lang, lang verhaal kort, let's go. Impossible quiz, vanaf level 21. Kelvin, je kan dit! Let's go! Here we go! Oké, daar gaan we. Vraag 21, watch carefully. Ik weet het al lang. Je moet linksboven klikken, want die werd groen. Inderdaad, lekker Kelvin! Ja, namaste, madakatata, kietada! The choice is yours. Plus 1 life, min 1 life, escape, plus 1 skip. It totally makes sense to the brain. No, it isn't. Escape! Oh, Katuri. Wat gaan we doen? We gaan voor plus 1 life. Dan plus 1 skip. Ik durf het niet eens meer. Ik kijk de andere kant op als ik klik. Oh, nice. Lekker, Kelvin, lekker! Save changes to envelope. Yes, no, cancel brand. Well, it probably makes sense, because yes and no is cancel, and you cancel it without doing that, and of course you end up with brand. Indeed. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Heb ik nou weer iets gemist? Oké, om even terug te rekenen naar de vorige vraag. Ik was geen idee wat ik aan het doen was, maar blijkbaar was het brand. Mocht jij het nou snappen, dan hoor ik het heel graag in de comments. Van de vorige aflevering van de Impossible Quiz was ik ook comments van antwoorden waar ik niks van snapte. Toen zeiden mensen van ja, het is gewoon stop hammer time. En toen dacht ik, oh ja, vraag 24. We zien een bordje van sorry no skipping. Dat betekent waarschijnlijk dat deze vraag een van de moeilijkste is. Nou, daar hou ik van. Nee. No! 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 24. Jongens, mag ik heel eerlijk tegen jullie zijn? Ik snap er geen fuck van! Damn! Oké, we doen dit even. Wacht, ik denk... Klik... Oh, dit is chill! Klik... Oh, shit! Oh, Matu! Dit is de Da Vinci Code, dit jongen. Paf, paf, paf! Klik de... Klik de lives! Oh, ja! Klik de V in lives! Oh ja, we doen dit. Kelvin Boomer doet dit gewoon. Klik de V in lives. Vraag nummer 25. How do you kill a werewolf? Ja. Shoe polish, rubber granules, black pudding or cement bang? What's it gonna be? Ik heb geen idee. Ik ga voor... Doe het toch voor cement bang. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft! Oké, ik ben er weer, dames en heren. Vraag 25. Het is tijd voor een goed antwoord. Oké, ga er toch maar voor shoe polish. Alsjeblieft. Heb genade, Impossible Quiz! Oké. Yes! Vraag 26. Dit gaat beter dan gedacht. Ik dacht dat het vanaf hier vet moeilijk zou worden. En dat is het ook, want ik gok de helft. Maar ik ben 6 vraagjes verder. Shout out naar mijn moeder. Which of these place names does not exist? Het is niet eens een multiple choice. Dit moet op een of andere manier. But, titsen, twat. Ik weet het gewoon niet, jongens. Hoe de fuck ga ik dit doen? Afgaande op het universum en de daarbij horende factoren moet ik toch beslissen om deze vraag te beantwoorden met het nummer. Ik bedoel, het antwoord. Brown Willy. Nee. Ik probeerde intellectueel over te komen, want als ik dan goed was, dan dachten jullie... Hè? Maar dit is hopeloos. Ik ga maar gewoon wat klikken. Ik doe maar gewoon wat. Zwart! Nee! Bitchfield. Terug naar vraag 27. Oké, we zijn terug bij vraag 26. Er zijn er nog 3 over. Germans Week. Blubberhouses. Fuck! RCVC! Nou, lekker. I hope you've been paying attention to the question numbers. Oh, ik weet het wel. Go to 28. Want dit is vraag 27. En vraag 28 komt nu. Inderdaad, lekker. Vraag 28. What's this? Brecht Kelvin. Nee, ik snap er helemaal niks van. Overduidelijk cool. En we zijn weer terug bij vraag 28. Vraag 28.
Ik had cruel gedaan. Dat is dus blijkbaar niet goed. Nou, dan gaan we over op Balebun. Balebun bedoel ik. Oh. Abundance. Yes. What flavor is cardboard? Oké, we zijn bij vraag 29, jongens. Welke smaak heeft karton? Dat is de vraag. Het maakt geen sens, dus ik kan nu elke klikken die ik wil, als ik bijvoorbeeld talk doe. Oh, die is fout. Dat had ik echt niet verwacht, want ik dacht echt dat dat het goede antwoord was. Nee! Mayonnaise, mayonnaise. Oh, nou, blijkbaar. Vraag 30 zijn we, jongens. Oké, ja. Put the mouse on here. Now, don't touch green. Oh, dit is makkelijk. Wat was dit? Oh, dat was 2. 3. 3 keer woef. Oh. De moeilijkheidsgraad van de vragen gaat echt up and down, up and down. What are the main ingredients of shampoo? Oftewel, voor de vrij vertalende kindertjes, wat zijn de hoofdingrediënten van shampoo? Nou, ik ga maar even beredeneren. Cats and wheels, het beste hier. Nee, ik hoef maar niet. Oké, of we gaan er weer vandoor. Fuck this shit, I'm out. Soms vergeet ik dingen half en dan denk ik, nee. Maar we zijn hier bij vraag 32. Baby, ga naar Human Visas. Kom. Ja! How many letters in his hand? The man is holding letters in his hand, but his hand is being cut off. And because of that, I'm not sure about it, huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik tel 9 letters. Het kan niet zo makkelijk zijn. Toch heb ik een level om op 9 te klikken. Kut! Dit vind ik niet leuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, is het misschien zo dat die bovenste envelop lijkt erop alsof hij al is opengemaakt. En dat zou betekenen dat in plaats van 9 letters, dat hij 8 letters heeft en 1 open lege envelop, dames en heren. Dat is mijn redenatie. En die redenatie... Klopt niet! Oh, Mattie, kom op. Waar moet ik... Kan ik ergens anders op klikken? Nee, alsjeblieft. Laat het dan gewoon 7 misschien. Yes! Yes! Kelvin Buurman is bij vraag 34. En dan gaan we door. Elephants don't like mice. Dus, je ziet een... Hè? Dit is wellicht... Nee, wacht. Ik laat me hier niet doorgrijpen. Je ziet... Hè? Dit is niet chill. Ik haat dit. Ik haat dit. Oh! Ja! Ja! Ik heb het! Kijk, misschien snapt hij het niet, maar mice is natuurlijk het meervoud van muizen. En een muis is ook je cursor op je beeldscherm. Dus als je je muis van het scherm afbeweegt, dan komen de olifanten en dan ben je klaar. Oeh. Alternatively, click this one to carry on. Sorry? Sorry! Maar ik heb het gevoel dat als ik hierop ga klikken, dat dat niet goed komt. Omdat het kan niet zo makkelijk zijn. En toen ga ik het doen. Lekker, Kelvin. Vraag 36. What do you call a wingless fly? A flap, a walk, a plum, Jason. Nou, overduidelijk Jason. Laat me zitten. Ik was weer te zelfverzekerd. God de god! Oké, we zijn er weer, dames en heren. Vraag 36. Jason hebben we net geprobeerd. Dat kon niet. En dat was iets te makkelijk gedacht voor mij. Maar dat klopt niet. A flap, a walk, a plum. Ik denk a walk. Ja! Lekker, Kelvin! Can you get this question wrong? No. Nope, no way, of course not. Inderdaad, of course not. Inderdaad, ik ben... Oh, mijn zelfverzekerdheid komt tot z'n recht. We zijn... Oké, vraag 38. Mary Rose sat on a pin. Mary Rose... Oh, really? Roekoe. Ik ga maar gewoon ergens op klikken. Ik heb geen idee of dit het juiste antwoord gaat zijn. Maar daar komen we maar op één manier achter. Nee. Oké, het is sowieso niet A, het is ook niet Burst Her Piles. Dus dan zal het ongetwijfeld, het kan niet anders, Mary Rose. Nee, oh really, oh really. Kut! Kut! Oké, we zijn bij vraag 38 en er is nog maar één antwoord over, inderdaad, Mary Rose. Oh, ik klikte niet goed, sorry. Oké, wat is dit? Dit is een iets wat autistisch uitzienende marshmallow. Laat ik het daarop houden. Vraag 39. Jongens, even serieus. Dit kan niet. Cylindrical Adventures. Right here, right now. Cough drops. Space serious business. Cough drops. Toch niet. Right here, right now. Toch niet. Space serious business. Go! Oh! Oh! 25% kans, Kel. We zijn er bijna.
Oké, we zijn weer terug bij vraag 39. Ik heb net 3 antwoorden geprobeerd, namelijk Right Here, Right Now, Cuff Drop, Space Series Business. Dat betekent dat er nog 1 over is, Cylindrical Valley Adventures. Dacht ik al. Put the mouse on here. Oké. Ik zie verder niks, dus ik ga het waarschijnlijk maar gewoon doen. Ja. Don't touch pink. If you only had a bridge. Nou, zit hier meesterbrein Kelvin Boerma. Op het toetsenbord van een laptop zit er een bepaalde functie, namelijk command tap. En dat betekent dat je even naar een ander tabblad kan gaan. Oké, dus ik ga nu eventjes naar Spotify. Zo. Ik ga heel even opzij. En dan hoop ik dat ik er nu op zit. Kut. Oh, fuck. Oké, hier. Ik ga gewoon mijn vinger erop leggen. Dan ga ik hier naartoe, dan ga ik hier naartoe. Command tap. En ik zit er inderdaad op. Next question. Ik ben er niks van. Oké, dames en heren, jullie zien hier een eend of een gans of wat de fuck dan ook is. Volgens mij is het een eend. Je ziet hier, oh. Breast, bony, orange leg, 50% off. Magnificent tail, wing, afro, sexy bill. Ik zie bovenin etinoguard.deviantart.com staan. Dus ik ga, oh wacht even. Ik ga even daar naartoe. Misschien, don't fuck me up. Rabbit coot. Ik weet niet waar de fuck dit over gaat, maar goed. Dit gaat over allemaal beesten. Wacht, the Impossible Quiz, hier staat iets. Hello there, welcome to Impossible Quiz Group. This group was set up for fans of Impossible Quiz. Discuss, contribute or even bloody cheat. To join, click join group up there. Nee, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Is er niet hier iets te vinden? Hè? What? Ik word helemaal wild. Ik ga me gewoon ergens random op klikken. Fucking wing. Mijn allerlaatste poging. Come on. Deze eend. Het drives me helemaal fucking crazy, deze shit. Mallard's ass. Oh, wacht. Hier zie ik hem. Is dit hem? Nee! Oké, jongens, dames en heren. Welkom en bedankt voor... Waarom zeg ik... Ik moet even rust pakken. Goed, zoals jullie zagen ben ik bij level 41 gekomen. Daar ben ik trots op. Wil je nou dat ik doorga met die Impossible Quiz? Dan hoef je daar alleen maar 1 ding voor te doen. Dus dat een duimpje omhoog te geven op deze video. En als ik 8000 duimpjes haal, alleen dan ga ik door met de Impossible Quiz. Love you all in ya. Dat zou ik niet aanraden. Hij kan me nu niet meer verbazen. Ik ga erin mee. Ja, dat mag.